Op dinsdag 3 april is aan de grote Gintweg in Tiel een menselijk skelet gevonden. Een voorbijganger zag een schedel liggen waarna de politie verder ging zoeken en de overige resten vond. Hoe lang de resten er al liggen is nog onbekend. Evenals om wie het zou gaan, maar vermoedelijk gaat het om een 65-jarige inwoner van Tiel. die in oktober vorig jaar dreigde zijn huis en de oude Middelste Straat te laten ontploffen en sindsdien spoorloos was. De omgeving is langdurig afgezet in het kader van het onderzoek.